Wat wordt de toekomst van de gemeente Nuenen? Blijft Nuenen zelfstandig? Of komt er een herindeling met Sonnenbreugel of Eindhoven? Op 8 september heeft een provinciale commissie Demmers daar een uitspraak over gedaan. De vraag is nu wat er gaat gebeuren, maar de gemeenteraad komt pas 17 november aan bod. Vandaar onze poging om van tevoren al de mening te peilen van enkele politieke partijen. In de eerste aflevering twee partijen uit de coalitie, D66 en het CDA. Waarom kan volgens D66 de gemeente Nuenen in de nabije toekomst niet meer zelfstandig blijven? Dat is uit onderzoek gebleken. En D66 heeft al een tijd geleden gezegd dat het anders moet. Bestuurlijke krachtonderzoek is geweest. De provincie heeft een onderzoek gedaan, maar wij zelf ook. En we zeggen, eigenlijk moet je groeien naar een inwonersaantal van 40.000. En ja, heel dichtbij is Sonnenbreugel naast Nuenen. En we kunnen best samenwerken en we geloven er ook in. Niet zelfstandig, niet helemaal juist, want 17 november hebben wij een raadsdebat. En in het raadsdebat gaat het over de keuze om zelfstandig te blijven of juist niet voor een herindeling. Dus ik moet het even wat specificeren dat deze kans dus nog steeds mogelijk is dat Nuenen wel zelfstandig blijft. Alleen als CDA kiezen wij ervoor om wel voor een fusie te gaan, om wel voor een herindeling te gaan. Waarom met Sonnenbreugel en bijvoorbeeld niet met Eindhoven of zelfs niet met Helmond? Op dit punt zitten wij op één lijn met de commissie Demmers. Die heeft het beeld geschetst dat van een sterk Eindhoven met ook sterkere randgemeentes die voldoende groot zijn of voldoende capaciteit en expertise hebben om alle lokale taken uit te voeren. En die randgemeentes die zouden ongeveer gelijk in omvang moeten zijn. Om daarna ook gezamenlijk in de regio een zekere stabiliteit te hebben in een centralisatieproces waar natuurlijk ook veel behoefte aan is. Want naast het uitvoeren van lokale taken, waaronder zorgtaken in de individuele gemeentes, zijn er natuurlijk een hele hoop zaken die op een regionaal niveau het beste behandeld kunnen worden. En dat beeld, dat onderschrijven wij en daarin past eigenlijk geen fusie met Eindhoven of Helmond op dit moment. Wij willen graag die stap maken naar een sterke gemeente van Nuenen en Son samen, waarin we onze plaats in de regio beter kunnen invullen. Dus het is geen kwestie van angst voor een Calimero-effect? Dat Calimero-effect zou kunnen optreden als een ander plan wat Demmers suggereert waarheid zou worden. Dat is als Nuenen en Son uitgepikt zouden worden en op individuele basis zeg maar gedwongen zullen worden in een fusieproces taken overdragen naar Eindhoven. Daar zijn wij niet voor. Wij zien het als een tweetrapsraket waarbij die twee processen naast elkaar lopen en waarbij de nieuwe fusiegemeente Sonnenbreugel, als die er komt, op een gelijkwaardige manier kan deelnemen in een centralisatieproces. En daar zijn wij dan ook helemaal voor in. Waarom Eindhoven? Misschien eerst naar het eerste deel van jouw vraag. Sonnenbreugel. Sonnenbreugel is een uitvloeisel van een advies van een commissie die door de provincie is aangesteld. Dat advies geeft eigenlijk aan van, nou, als we Son en Breugel en Nuenen bij elkaar stoppen, hebben we een grotere gemeente. Nou, is best wat voor te zeggen, want dan heb je in één keer 40.000 bewoners of inwoners. En daarmee een gelijke partij, ook als je het hebt over Best en over Veldhoven en over Geldrop-Mierlo. Maar daar worden nog andere voorwaarden aangehangen. En een van die voorwaarden is dat er dan taken afgedragen moeten worden aan een nieuwe bestuurslaag, een soort van Groot Eindhoven. En dan snappen wij niet meer waarom een fusie met Sonnenbreugel nodig is. Want dan kun je net zo goed als Nuenen blijven zoals je nu bent. Maar juist kiezen wij voor Eindhoven, omdat we daarmee kunnen doorpakken naar een groter geheel, wat nu nog niet het geval is. Nou heeft het college van burgemeester-wethouders, waar D66 natuurlijk ook een wethouder heeft, nog niet zo lang geleden een standpunt verwoord, waarin ze aangeven voorkeur te hebben voor een samenwerking met Sonnenbreugel en Geldrop-Mierlo.
Waarom is dat idee van tafel? Dat is niet direct van tafel afgehaald, maar door Gellerop zelf. We hebben na het onderzoek van Demmers zijn we ook even gezegd, ja, het is beter om 40.000 inwoners te nemen. En ook heel belangrijk uit het onderzoek gebleken is dat wij cultureel heel sterk ontwikkeld zijn als dorpen. En veel dichter bij elkaar liggen als Gellerop, die veel meer neigt richting Helmond. Dus het heeft ook te maken met twee dorpsculturen? Ja, ja, en die passen heel goed bij elkaar. Alleen moet er verder ontwikkeld worden en heb natuurlijk nu een eigen culturele leven, maar je kan er ook heel veel dingen samen doen. Ja, dat is eigenlijk een hele interessante. Er zijn eigenlijk drie partijen. De gemeenteraad, die in november het debat gaat voeren over de zelfstandigheid, CQ-indeling, herindeling van de gemeente Nuenen. Daarnaast is er een commissie door de provincie aangesteld, als de tweede partij die zich daarin mengt. En de derde partij die zich ermee bezighoudt is het college. Dus het college heeft ook nagedacht over hoe zij het zouden zien. Nou, die optie die zij aangeven, praat je over een gemeente grootte van misschien wel 80.000 inwoners, dat is eigenlijk een hele goede keuze. Want je krijgt een schil om Eindhoven heen die bijna net zo sterk is als Helmond aan de andere kant. Dus je bent echt een gesprekspartner. Dus die keuze snappen we wel. Alleen, er is ook gekeken naar de bereidwilligheid bij de andere gemeentes om aan te sluiten bij een eventuele fusie. En daar is heel duidelijk naar voren gekomen dat Gellerop Mulen daarvan afziet. En daarmee is eigenlijk deze optie vooralsnog komen te vervallen. Ik zeg vooralsnog, omdat uiteindelijk het besluit over een herindeling, of het nou met een kleine gemeente is, of met een grotere gemeente, of misschien wel deze structuur, in de toekomst nog gemaakt moet worden. Zijn jullie voor een aansluiting bij Eindhoven omdat dat over, laten we zeggen, langere tijd toch het geval zou kunnen zijn? Ja, nu heb je de kans om door te pakken. De ontwikkeling, ja, we zijn van 1200 gemeenten zijn we al naar 390 gemeenten gegaan en het wordt nog steeds minder. We weten allemaal hoe belangrijk Brainport is. Er wordt de laatste tijd enorm veel over geschreven en over gesproken. Binnen deze regio moeten we doorpakken. En dat kunnen we alleen als je een sterke gemeente bent. En dan is het een beetje gemeen wat ik zeg. Maar er zijn natuurlijk een aantal platforms waar veel wordt gesproken. Denk aan de MRE, denk aan het grootstedelijk gebied. Maar waar uiteindelijk weinig terechtkomt. En door nu door te pakken, door de kans waar te nemen en richting een fusie met Eindhoven te gaan, kun je daadwerkelijk een vuist maken. Jullie zitten als D66 in de coalitie en binnen de coalitie bestaan drie verschillende opvattingen over de toekomst van de gemeente Nuenen. Met Zonnebreugel samen, met Eindhoven samen of zelfs zelfstandig blijven. Hoe gaan jullie als D66 dat managen zodat jullie mening misschien de voorkeur krijgt? We hoeven er niet omheen te draaien dat er zowel binnen de coalitie als buiten de coalitie verschillend wordt gedacht over de toekomst van Nuenen. In feite is deze kwestie geen coalitiekwestie. Natuurlijk proberen we binnen de coalitie zoveel mogelijk op één lijn te komen. Maar het lot van deze coalitie is niet direct verbonden met deze kwestie. Waar we ons vooral zorgen over maken is het besluitvormingsproces. Als we op 17 november in de Raad geen duidelijke keuze maken, dan zou het kunnen gebeuren dat we de regie kwijtraken en dat de provincie die regie overneemt. En dat vinden we belangrijk om dat in ieder geval te voorkomen. En natuurlijk een goed signaal te geven richting Zonnebreugel. Ja, natuurlijk. Wij zouden een slecht figuur slaan als wij niet daadkrachtig in deze kwestie zouden acteren. En het maar op de lange baan zouden schuiven. Dat is geen echt goed visitekaartje, lijkt mij. Ja, dat is misschien wel de moeilijkste vraag van het interview dat we vandaag hebben. Binnen de coalitie hebben we er in ieder geval geen afspraken over gemaakt. Maar zou het wel heel fijn zijn als er een breed gedragen advies uit de gemeenteraad naar de provincie gaat. Ik heb nu verwoord hoe wij als CDA erin staan. Wij kiezen voor een fusie. Als dat in stappen zou moeten gebeuren om uiteindelijk het ons doel te bereiken, dan hebben we er ook nog begrip voor. Dus van onze kant uit is nog wel manoeuvreerruimte.
Maar dan zou je het moeten zien dat dat een fusie zou zijn met Sonnenbreugel of met Geldrop-Mierlo. Dus daar willen we wel mee bewegen. Maar uiteindelijk hopen we het uiteindelijke doel wel te realiseren. Dus jullie zouden een tweetraps of een drietraps raket ook kunnen accepteren? Ja, dat zouden wij kunnen accepteren, omdat dat dan in het belang is van uiteindelijk de grote gemene deler, en dat is de inwoner hier, en die moet daar baat bij hebben. En als wij inderdaad niet in de gelegenheid zijn om onze standpunten zoals vandaag verwoord, daar niet de meerderheid mee te krijgen, ja, dan moet je tot inkeer komen en dan moet je dus meegaan met op dat moment de beweging die daar wel is. Op welke manier kan nou de Nunense gemeenteraad 17 november een dusdanig signaal aan Sonnenbreugel afgeven dat ze daar het idee hebben dat Nune voorstander is van samenwerking met Sonnenbreugel? Vanuit de CDA-hoek eigenlijk niet. En de reden daarvoor is dat Nune, maar ook Sonnenbreugel, die zijn gericht op Eindhoven. Eindhoven is een octopus, die heeft zijn tentakels uitgespreid. Maar die horizontale verbindingen, die dwarsverbindingen zijn er niet. Dus wat nu wordt geopperd door de commissie Demmers, is eigenlijk een bestuurlijk model. En dat bestuurlijk model zal best op zich kunnen werken. Maar als we gaan kijken naar hoe de inwoners er tegenover staan, ja, dan hebben we eigenlijk niks. Wij zijn aangewezen voor het wonen, voor het werken, voor recreëren, voor sport, voor onderwijs op het Eindhovense. Maar er is nooit een dwarsverbinding naar Sonnenbreugel of vice versa. Dus daar heb ik niet echt een handreiking naar Sonnenbreugel.